Hallo mensen, welkom terug in The Escapist. Ja, er is iets gebeurd. En dat is dat ik in de vorige video in de solitaire cel terecht kwam. En blijkbaar saved dat dus niet je game. Dus ik ben nu weer bij dag 2. Ja. Ja, dus er zal een beetje overlap zijn. Ik ga proberen deze video wat korter te houden. En dus, zeg maar wat meer over te slaan. Dus niet om alles te laten zien. En wanneer ga je de namen zeggen van de Rockall? Geen namen. Ik heb niks gehoord in elk geval. Ik kijk voor de zekerheid maar gewoon over die foto's. Nee, want ik heb niks. Een magazine kan handig zijn. Die kun je namelijk als je door een muur slaat. Kun je zo'n magazine. Oh, dan niet alleen een magazine. Nee, van een magazine kun je een poster maken. En als je dan een gat in de muur hebt zitten, kun je de poster voor het gat hangen. Zodat het gat niet wordt gezien. Maar daar wacht ik nog mee, omdat ik nog niet helemaal weet hoe ik ga ontsnappen. Finally found out who's been snitching on me to the warden. Distract the guards at next morning Rockall for me so I can reward him. Oké. Dan moet ik dus onthouden dat ik voor de Rockall al mijn spullen eruit haal, zodat als ik word gekozen bij de Rockall, dat ik dan gewoon veilig ben qua dat ze mijn cel gaan onderzoeken. Nu ga ik even mijn spierballen kweken. Holy shit, ja. Ik snap wel dat ik te fatigue ben. Hoe sterk ben ik nu? 42. Nou, meer deze twee vingers. Oké, ga je maar. Zo. Dan doe ik het eigenlijk bij hun. Grab the guard's attention at next breakfast for me. I've debt to settle. Morgenochtend twee dingen doen. Oeh, crafting note. Dat kan ik alleen niet kopen. Morales. Die ga ik zo meteen in elkaar slaan. Ik heb geen wapen. En hoe sterker is hij? Kijk, hij is sterker en sneller. Dus dat ga ik niet overleven als ik hem aanval. Maar waarschijnlijk ook nog een wapen. Oh, hij heeft geen wapen. Maar dan nog ga ik het niet eens proberen. Want ik kan hem waarschijnlijk niet aan. Nee, sorry. Ja, Steve. Somehow Rust got a scrubby pass on my deluxe. Nou. Oké. Rust. Eerst mijn werk maar gaan doen. Lekker weer dat we schone kleding krijgen. Ah, shit. Ik was vergeten dat ik natuurlijk ruimte moet overhouden om de schone kleding weer op te pakken. Werk is klaar. Oh, jij hebt iets. Nee. Hij heeft gewoon een kussen. Hij heeft een kussen als wapen. Het is 1 uit 5. Ik snap best dat het niet een heel goed wapen is. Oeh, nu heb ik geld. Nu kan ik wat kopen. Wie had net die crafting note? Is er überhaupt iemand wat aan het verkopen? Wat zal ik gaan doen? Even kijken naar de andere banen die er zijn. Waar kan ik eigenlijk banen krijgen? Ja, hier. Dit betaalt op zich wel goed. $40. Ik denk metal shop. Van de filmpjes die ik heb gezien, betekent dat je gewoon heel veel metaal krijgt. En dat is goed. Maar ja, dan moet ik crack doen. De kitchen is op zich ook wel handig. Want dan krijg je gewoon eten. Wat je fatigue dan weer naar beneden brengt. Maar ik denk dat ik dan voor de metal shop van crack ga. En om iemand baan te krijgen, moet je hem zeg maar van zijn werk afhouden.
Ook als jij je werk niet doet, dan verlies je je baan ook. Dus als hij zijn werk niet doet, verlies hij zijn baan ook. En het is zeg maar de tactiek om hem te slaan en zorgen dat hij de hele tijd achter je aanloopt. Al dan weet je dat hij niet aan zijn werk gaat. Heeft hij iets te verkopen? Hamer, veel te duur. Kan ik niet eens kopen en ik heb geen hamer nodig. Zang. Hij doet pillen, kan je hak me op, Edwin? Die had ook alweer... Oh, het is exercise. Oh, misschien heeft een van hun wel een ding. Een pillow. Ik neem liever gewoon pillow. En een koekje. Zo. $19. Voor een gratis kussen. Wat verkoop jij? Crafting note. Yes. En timber voor $7 neem ik ook maar. Stinger strip. Die kon ik net kopen. Maar goed. Duct tape deals times 2. Requires 50 intellect. Oké. Okay. 2 crafting notes. Oké. Okay. In de midden met de die. Dit is een comb blade. Dit is iets beter, zeg maar. Ik dacht dat het gewoon een comb shift was. En dat is gewoon... Je haalt een kam langs de muur. Maar dit is wel sterker waarschijnlijk. En volgens mij heb ik al een razor blade. Waarom is mijn heat hoog? Oké. Rust. Ah, shit. In principe, zolang er geen... Daar moet ik een keertje op letten. Als er geen guard langskomt door de trainingsgebouwtje heen naar de douches, kun je in principe gewoon door blijven trainen. Want de fatigue gaat toch wel met het eten weg. Timber neem ik maar. En nog eens timber. Shit. Duct tape is wel handiger nu. Oké, okay, Rust, laat blijven liggen. Ik moest nog een rol toiletpapier. Waarom heeft hij die niet? Oh, het was niet Ross. Ik drukte waarschijnlijk op Tobias. Oké, ga even bij de guards weg. Tenminste, hoe sterk ben je? 26. Ik ben sterker. Zo. Steve, de toilet roll. En die neem ik ook maar. Ik ben nu heel hard aan het rennen. Misschien ziet het er niet zo uit. Misschien lijkt het alsof ik in de stoel zit. Maar ik ben heel hard aan het rennen. Ik heb al een afstand van 5 afgelegd. Ik vraag me niet wat. Je wordt hier serieus moe van. Maar dat zijn vooral mijn vingers. Ik loop door de douches heen. Wat gaat er toch bij de evening roll call zijn? Dan breek ik mijn intellect wel even omhoog. Oké. Wat wil ik niet doen? Degene die het minst oplevert. Nee. Want ik moet volgens mij al iets van cream voor iemand anders krijgen. Foil duct tape. Nee, ik kan toch niks kopen van jou. Want je bent te duur. Nu niet op de tafel gestaan. Ik save hem. Gaan we tv aanzetten. Morning roll call. Oh, wacht. Heb ik iets roods? Nee. Is dit allemaal rood? Nee. Die twee doe ik erin. En dan heb ik die. Oh, je hebt 50 intellect ervoor volgens mij voor nodig. Toch, dat was het toch? Nee! Dat is een wapen van 2 out of 5. Oké.
Zo. Huh? Ik heb het toch gedaan? Waarom? De een of andere reden. Hé. Oké. Mooi, hij zit nu morgen de baan. En dan even lekker eten om een fatigue omlaag te brengen. Dat is één ding wat altijd gebeurt. Vechten. Volgens mij zelfs bij het ontbijt, de lunch en het avondeten. Volgens mij vechten ze gewoon altijd. Mijn heat is nu wel een beetje hoog, maar goed. Wie was ook alweer van de baan die ik wou? Crack. Ik moet hem tegenhouden voordat hij in een battle workshop naar binnen gaat. Oh, wacht. Dit is free period. Dan ga ik maar gewoon mijn snelheid omhoog brengen. Neerzitten. Zitten. Crafting note. Waarschijnlijk weet ik het al. Oh, plastic staff key. Staff key mold. Mold en plastic. Hoe kan je die intellect? Hoe maak ik mold en plastic en hoe maak ik staff key mold? Oké. Goed om te weten dat het zoiets überhaupt kan. Het next shower block distract the guards for me while slip away. Oké. Wie is Crack? Oké, dat is die oude man. Die moet ik in de gaten houden. Oké, Crack. Waarom loop je boven? Dat is Raphael. Ja, ik weet het. Oh, shit. Kan ik hier ook naar binnen? Oké. Dit gaat heel slecht. Crack, hup. Kut. Nee. Oh. En ook die metaaldetector. Dus. Ik verlies nu mijn werk. En ik word zo ten neergeschoten. Shit. Oké. Ik kan een contraband pouch maken. Dus dan laat ik alles hier. Maar ik kan het niet. En ik weet ook niet hoe. Maar ik zou een contraband pouch kunnen maken. Ik wacht erop. Oh, ik dacht heel eventjes dat ik gewoon puur doordat ik 99% heat dit berichtje kreeg. Loop ik door er nog een heen? Ja, ik weet het. Oké, ik blijf dus nu hier staan. Totdat mijn heat weg is. Oké. Oh, gelukkig. En die bleef hier weg. Ik... Nu heb ik alweer... Ik ga neergeschoten worden. Dat kan elk moment gebeuren. Rennen. Ja hoor, ik werd neergeschoten. 2 timber. En duct tape. Ja, ik blijf nu hier liggen totdat het volgende ding is, want anders krijg ik weer allemaal heat. Nou, ik blijf niet hier liggen. Ik ga even voor nieuw werk zorgen. Yes! Ik heb Crack blijkbaar van zijn werk af kunnen houden. Je hebt 70 intellect nodig.
Oké, snel intellect omhoog brengen waar? Evening meal. Ik kan er vast wel wegblijven. Hoe hoog is mijn intellect nu eigenlijk? 39, godsamme. Moest ik iets bij intellect doen? Bij intellect, bij evening meal. Nee, blijkbaar niet. Oké, dus vrije tijd. Ja, zie je, als je dus überhaupt ergens niet bent geweest, gaat je heat ook omhoog. Dus je moet gewoon er zijn en dan wegslippen ofzo. Hopelijk neemt niet iemand die baan nu, voordat ik hem kan krijgen. Nog 10. Ah. Oh. 63. Nog 7 keer klikken. Denk ik. Ging mijn held nou omhoog van intellect krijgen? Dat zou wel geniaal zijn. Oh, ik moet er nog 1 bij. Oké. Snel. Want ja, ik wou sowieso eigenlijk wel van deze baan af. Yes. Laundry, dat vond ik niet zo heel leuk meer. Dus nu ben ik daar vanaf. En ik heb nu denk ik een veel beter betalende baan, omdat het de laatste is. En ik krijg betaal als ik wil. Alleen dat kan ik niet weghalen zonder contraband pouch. Omdat er een metaaldetector is. Niet over nagedacht. Waarschijnlijk ga ik toch voor de keuken. Voor het werk in de keuken. Bruce. Nee, hoeft niet. Ze stonden er ook al gewoon voor de roll call. Ja, zie je, s'avonds worden wel roll call, worden wel shakedowns gedaan. Ik was het niet. Nee. Ik heb geen geld. goede grap. Please behave today, vannacht bedoel je. Oké. Oh, dat was lights out. Wat heb ik allemaal? Heb ik mijn wapen... Vandaar dat ik minder damage deed, denk ik. Ik heb mijn... Comb... Mes natuurlijk niet meer. Maar goed, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik ga hem opslaan, kijk. Ik kan nu in 1 keer op oké drukken. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie weer in de volgende video. Gewoon dingen uitproberen, zeg maar. En daar probeer ik volgens mij via de vent. Shit! Nee! Waarom ik dat nou echt alleen maar doen? Omdat ik op de tafel stond? Shit. Nou ja, ik wou toch met het filmpje stoppen. Jeetje, ik heb nu voor een half uur opgenomen. Dat is het langste dat ik ooit heb opgenomen.